Ah. Wow. Wat is hier gebeurd? Wow. Dit zijn Madhu en Nuka. Twee broers en zij gaan mij vandaag leren om te stunt BMX'en. Nou, hoe vet is dit? Hier heb ik echt onwijs veel zin in. Stunt BMX'en. Dat heb ik altijd al gewild. Dat ga ik ook doen. Oké, zag je die hoogte die maakt? Dat maakt me lichtelijk nerveus. Zo, mannen. Hallo. Ja, ik zeg niet dat ik sta te trillen op mijn benen, maar het komt echt in de buurt. Is dat terecht of niet? Dat is zeker terecht. Dit moet ik dus gaan leren. Ja. Ik vind het nu toch wel een klein beetje spannend. Dat snap ik. Ik zie een hele steile helling. Maar het is wel de bedoeling dat als je begint met BMX'en, dat je ook gelijk van deze hoogte gaat. Nou, normaal niet eigenlijk, maar jij gaat het vandaag wel doen. Oh, jullie dachten dat kan Nathan wel? Ja. Ja, want hoe lang hebben jullie hiervoor moeten oefenen? 2 jaar. En nu vragen jullie van mij dat ik het in 2 uur leer. Ja. Kijk dat enthousiasme. Kijk, dat hebben we wel nodig, hè? En ik zag jullie een helm op hebben. Ja. Kan ik zonder gewoon? Doe maar niet. Gaan we, jongens. Oh, ja. Ja, dit is leuk. Ja. Eens even wennen natuurlijk dat je niet kan zitten op dat zadel. Want dat hoort niet bij BMX. Oh! Maar dit is wel gaaf, toch? Kijk eens even. Volgens mij gaat dat best goed. Gaaf dit, hè? Oh. Hey. Dat was wel een klein sprongetje. Deze fiets. Hij is echt heel gaaf. Maar hij is wel wat aan de kleine kant. Hoort dat? Ja. Waarom is dat dan? Bij je wendpaarden in de lucht. Er zit een rem op. Die is niet nodig, toch? Eigenlijk. Want... Nou, voor jou wel. Als je ervaren bent. Okay. Als je ervaren bent, heb je die niet meer nodig. Er zijn ook vooral veel pro's rijden ook zonder rem. Hey, dikke banden. Met goede velgen erop. Waarvoor zijn ze zo dik, die banden? Heb je meer grip. Okay. Oh, grip op de baan. En ze zijn sterker. Hey, het is een echte Olympische sport, hè? Ja. Hebben jullie de droom om later ook met de Olympische Spelen mee te doen? Ja, zeker. Dat dacht ik al. Ik zie het al gelijk. We kunnen door naar de volgende stap, denk ik. Ja. Moeten jullie heel even vertellen, wat is die volgende stap? Hier omhoog rijden. Okay, dus we gaan voor het eerst echt de hoogte in. Wow! Wat is dan belangrijk? Je moet, als je vanaf daar aankomt, heel hard trappen. Okay. Dan... Als je 2 of 3 meter voor daar bent, als je daar naar boven gaat, moet je stoppen met trappen en je trappers gelijk houden. Oké, waarom is dat? Als je 1 trapper zo hebt, dan komt die tegen die rand aan, tegen die knik en dan kun je voorover gaan. Dus snelheid houden, horizontaal houden en verstand op 0. Trappen, stop! Oh! Zo! Lekker, man! Nu nog naar beneden. Nu naar beneden, jongens. Wat, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Je houdt je trappers gelijk, want dan komen ze hier er niet tegenaan. Oké. En dan moet je rustig een beetje naar achter leunen en dan rustig vanaf rollen. Wat zijn die jongens goed, hè? Hoe makkelijk zij dat doen. We gaan het gewoon weer proberen. Oké, dus. Oh, hij springt er zelfs bij. Die laat ik even voor wat het is. Spannend, hoor. Gigantisch, boys. Lekker, man. Oké, super. Het enige wat je nu moet verbeteren is als je ergens op gaat. Nu zat je af en toe nog met 1 trapper omlaag. Maar je moet ze echt horizontaal houden. Dan komt hij niet tegen die knik aan. Oké, goed zo. Goed onthouden, Nathan. Ja! Geen hoepeltje meepakken, tuurlijk, Nathan. Jij kan dit. Zo, boys. Zo, lekker bezig, Nathan. Dankjewel. Dat horen we graag natuurlijk. Maar volgens mij kan ik nog even net wat beter doen. Ja, je hangt nu heel erg naar achter. En waardoor je dan een beetje zo naar achter kan vallen. Okay. En als je dan beneden komt, dan kun je achterover gaan. Dat is niet wat we willen. Nee. Maar als je gewoon rustig en ontspannen boven je fiets hangt. Gewoon armen een beetje gebogen. Ja. Ontspannen, chill, Nathan. Gewoon chill. Ja. Dan ga je er rustig vanaf. En dan kun je dat ook later daar gaan doen, bij die grotere. Wat moet ik zonder deze jongens, hè? Dat kan gewoon helemaal niet. Hey,
Groetjes! Ja, het voorbeeld is geweldig. Is vaak hè, met voorbeelden. Ja, toppie! Ik zou dit het liefst elke dag willen doen. Maar wil ik het ook nog steeds als ik hier straks vanaf ben geweest? Oké, jongens. Dit is het moment waar we op hebben gewacht. En hoe voelden jullie je eigenlijk toen je dit voor de allereerste keer deed? Heel spannend. Het is een beetje kriebels in je buik? Of... Ja, vooral. Ja. Ja, ja. Je wil niet, je wil wel. Ja, gewoon dat je een paar keer klaarstaat en dat je wil. En dat je dan op het allerlaatste nee toch niet. En dat soort dingen. Ja. Maar uiteindelijk moet je het gewoon doen en dan komt het meestal wel goed. Alles wat jullie mij hebben geleerd komt er als het goed is nu uit. We gaan het gewoon doen. Ja, toch? Let's go. Gewoon doen. Het enige wat kan gebeuren is vallen. Ja, come on. Ja. Wow. Wat is hier gebeurd? Even, ja, gaat goed. Gaat het? Dit hoort erbij, jongens. Ja. Dit hoort erbij, hè? Ja. Wat deed ik niet goed? Wat moet ik even beter doen nog? Je ging te veel naar voren. Je ging sowieso een beetje te hard. Te hard? En je haalde je voet eraf, waardoor je uit balans was en toen viel je naar links. Nou, we gaan het gewoon nog een keer proberen. En dan hopen we dat het wel lukt. Ja. Op naar de volgende sprong. Succes! We hebben vertrouwen in je, Nathan. Ja. Remmen. Oké, voet op de pedalen houden. Nog een keertje. Voet op je pedaal houden. Gewoon nog een keer, Nathan. Gaat echt wel lukken. Niet de mooiste afstand die jullie ooit hebben gezien. Maar hij was lekker, toch? Ja, zeker. Dankjewel, man, krijgers. Dankjewel, man. Super bedankt. Zo. Hoe tof was dit? Het duurde even. Maar dan heb je ook wat. Ja. Hier was nog wel wat op aan te merken, denk ik. Of zeggen jullie, Nathan, voor de eerste keer. Dit was echt perfect. Dat was perfect, hè? Ja. Ik moest wel even nog een beetje in de breedte zo. Ja. Maar. Ja. Voor nu is dat niet erg, toch? Nee, dat is gewoon goed. Dat mag gewoon. Ik wil jullie onwijs bedanken voor dit. Want dit is toch wel echt fantastisch. Ja. Doe jij nou ook een hele leuke sport en denk je bij jezelf... Hey Nathan, ik wil jou ook wat leren. Ik kom heel graag bij je langs. Geef je even op via zepsport.nl. En wie weet zien we elkaar bij jou. En ik wil altijd nieuwe dingen leren. Dus doe dat dan ook. Oké, bedankt boys. Super.